Janneke van Huisje Weltevreden. Welkom in deze nieuwe vlog. We gaan weer een nieuwe week starten. Het is maandag vandaag. Ik ga zo werken bij mijn PGB-cliënt die ik nog op de maandag en de vrijdag heb. Verder werk ik als gasthouder, maar op de maandag en vrijdag heb ik dus nog een ander soort werk. Bella ligt daar heel lief te wachten, die wil heel graag naar buiten toe. Dat gaan we zo doen. Maar eerst mijn ontbijt, eten. En dat zijn twee beschuitjes en koffie. Kijk. Dit en dit. Ja, en die denken dat ik hiermee ontbijt. Die is van Steven. Die staat dan nog op tafel van het weekend. Je hebt die gekocht. Dit ga ik opeten. Mijn beschuitjes en mijn koffie. En nee, er is geen baby geboren. Dit vind ik gewoon lekker. Mijn nieuwe ding of zo, dat ik beschuit met muisjes eet. Ik vind het gewoon lekker. Ik zie jullie straks weer als ik klaar ben met werken. En maak er een mooie dag. We zitten er weer klaar voor. Een grote stuur zit ervoor. Maar we gaan weer onderweg naar de eerste cliënt. Even de raampjes. Heel veel water op de ramen. Gelukkig hoef ik niet te krabben. Met zo'n Spacey Wagon moet je toch wel al je ramen vrijmaken, toch? Dan gaan we. Gaan we even kijken of jullie blijven staan. Ja, oh, jullie zitten achter een stuur. Als jullie dat niet heel erg vinden. Dan gaan we op weg naar de eerste cliënt. Inmiddels weer thuis van het werk en nu aan de slag. Nee, eerst even wat eten. Broodje maken, mega honger. En dan even weer aan de slag met vlogs monteren, stofzuigen, dweilen en was draaien. Ja, mijn winterjas moet ik echt even wassen, want ik dacht dat ik iets dunnere winterjas wel aan zou kunnen. Maar het gaat weer vriezen, las ik. En hoorde ik ook weer om me heen dat het weer kouder gaat worden. Dus ik moet even mijn warme winterjas eventjes gaan wassen, want die ja, weet niet, is gewoon een beetje vies en zo. Dat moet je even wassen, hè. Dat moet ik even gaan doen. En verder komt Daniella eten. Dus ik moet eventjes nog wat te eten halen voor vanavond. Ik heb wel alles in huis, maar ik mis nog een ingrediënt. Een soort saus. Uncle Ben's, kennen jullie dat? Ik maak altijd twee soorten. Ik heb de Ayam Pangang heb ik. Maar die andere twee kids van mij, Steven en Michelle, die vinden de saté variant altijd lekker. Die zijn heel erg van het saté. En Daan en ik vinden de Ayam Pangang erg lekker. Dus ik maak twee sausen. En ik denk dat morgen, als er nog wat overblijft, morgen die kids dat ook wel erg lekker vinden. Tim vroeg laatst al naar iets met rijst en kip. Dus, kom wel goed. Eerst even eten. Zo, mijn haar uit de knot hoor. Nou, deel 3 is aan het renderen. Ik moet 4 dingen doen. 4 filmpjes maken. Dus deel 3 is nu aan het renderen. Is ook een editklus. Gelukkig liep ik vlogs voor, zodat het kon. En het zijn niet hele lange filmpjes, dus ik kan straks nog een extra vlog renderen en nog een vlog renderen. Zodat ik 3 dagen op voorraad heb. Dus dat is in ieder geval iets. Dus nou, deze staat te renderen. Ik ga even de keuken opruimen. Nu heb ik er zelf een zootje van gemaakt met snel even eten pakken en gauw dit even afmaken. Dan stofzuigen en dweilen. Ja, dat moest ik nog meer doen. Moet ik eigenlijk mijn video even terugkijken wat ik nog meer moest doen. Dit kwam even tussendoor eigenlijk. Oh nou, mijn winterjas wassen. Bijna vergeten. Toch echt naar de winkel. Even naar de Albert Heijn. Even wat dingetjes halen die nog ontbreken. Grote boodschappen heb ik nu niet echt nodig. Kan ik van de week ook even 's avonds gaan halen. We eten rijst met Uncle Ben's saus. Dus kipfilet moet ik even halen. Ligt nog in de vriezer, heb ik vergeten te ontdooien. Dus ik haal even kipfilet. 2 verschillende sausen. Uncle Ben's, had ik al verteld. Rijst moet ik hebben en nog wat dingetjes. Dus dat ga ik even doen. Niet heel veel zin om naar de winkel te gaan. Oh, ik moet nog wel even snel mijn was uit de wasmachine halen en in de droog stoppen. Dus, ja, dat staat er nog op het programma. Dan komt Daniella, gaan we eten en aquavaria vanavond.
Ja, moet echt wel weer gebeuren hoor, dat zwemmen. Vorige week ook niet geweest. En dan heb ik ook wel weer spijt dat ik niet ben gegaan natuurlijk. Maar om erheen te gaan, ik heb nooit zin 's avonds om weg te gaan of wat dan ook. Maar ja, het moet. Maar ik ben weer terug van Albert Heijn. Ik zal even snel laten zien wat ik heb gehaald. Ik maak er geen shoplog van. Ik stop dit in de vlog. Het is niet heel veel. Ik heb even wat gehaald voor vandaag en wat er allemaal op was. Dit is wat ik heb gehaald. Nou, zou dat fruit. Twee dingen kon je kiezen voor 3,50. Dus ik heb appels en mandarijn gekozen. Dat is de bon, die komt later. Deze heb ik voor Daan gekocht. Die vindt ze heel lekker. Die was in de aanbieding voor 2 euro. Normaal is die nog duurder, geloof ik. Hij is al vrij duur. Voor Michelle, drinkyoghurt, iced tea voor Michelle, komkommer voor vanavond voor bij de rijst ook. Noedels waren 2 plus 2 gratis, die heb ik gehaald. Chicken tonight saté, die miste nog, de andere heb ik al, had ik al over gehad natuurlijk. Koffie waren 2 voor 5 euro, nou die vliegt er hier doorheen, dus die heb ik ook meegenomen. Paula toetjes voor als die kids hier weer zijn. Het zijn allemaal van die kleine mini toetjes zijn dat. Nou, en ik denk dat de rest dat ook wel lust. Dus ik heb maar 2 van die verpakkingen gehaald. Voor de zekerheid. De ketchup was op. Die heb ik weer gehaald. Fruit to go. Ik denk dat Mies en Steef dit ook wel lekker vinden voor naar school. Of in de trein. Dit voor Rosa. Ik denk dat ze deze wel weer lekker vindt. Spinazie en kip had ze vorige keer ook opgegeten. Dus ze is heel selectief met wat ze lekker vindt. Dus ik heb deze maar gehaald. Vuilniszakken waren ook op. De zout was er dramatisch op zelfs. wat is het ook weer? Oh ja, salami heb ik gehaald. Was ook op. Koekjes. Kipfilet voor in de Uncle Ben's. En een Saanse bruin. Zaanse volkoren eigenlijk. Dus ja, dat was het. En wat was ik totaal kwijt? €34,28. Dus dat valt best wel mee. Want ik heb best wel veel dingen gehad. Uiteindelijk. Ik liep de sjouwen met twee van die tassen. Ik kon op terugweg dus niet fietsen en het ook niet filmen. En in de winkel was het ook vrij druk. Dus ik heb het maar even gelaten. Ik zie jullie zo weer. Ik ben helemaal blauw. Van oranje naar blauw. Dat is raar. Ik zie jullie zo. En het geknetter wat jullie horen op de achtergrond, dat is mijn eten. Kijk. 2 pannen met kipfilet. Hier staat het water voor de rijst. En dit gaat zo meteen bij de kip. Dus de ayam panggang en de saté zoals ik al vertelde. En een komkommer met tomaat gaat er ook nog bij. Niet in dezelfde pan, die komkommer en tomaten wordt als een salade, doe ik dat er altijd los bij, lekker fris zeg maar. We hebben lang niet meer gegeten dit, echt wel veel zin in. Dus het is niet heel moeilijk wat ik aan het maken en daarom heb ik het niet gefilmd. Gewoon kipfilet snijden, nou, het staat eigenlijk op potje hoe het moet, zoals Janneke kan het natuurlijk. Ga ik even verder doen. Eet is klaar, ik zal het even laten zien. De ayam panggang saus, de saté saus. En de rijst. En hier hebben we de komkommer en de tomaat apart. En nu is te verwachten tot Danielle er is. Die is onderweg, dus die zien we zo wel. Steven die is er al. Michelle is boven. Die komt er ook zo beneden eten. En dan gaan we lekker eten. Ja, op de achtergrond horen jullie Bella eten. En ik ben heel erg donker. Maar goed, Daan is er. En we zijn nu samen Iron Man 3 aan het kijken. Ja, jullie zien er nu niet heel veel van, want we hebben op pauze gezet, omdat we koffie hebben gemaakt. En dat is de heerlijke cappuccino van Dolce Gusto. Die heb ik net even gemaakt. Dus die gaan we nu lekker opdrinken onder het genot van de film Iron Man 3. En dan straks zwemmen. Dat dan ook. En nu ben ik weer een stuk lichter. Ik denk dat ik de camera een stuk heb gemaakt. Zo, even wachten. Oké, als ik hem zo hou, ben ik lichter. Zijn er weer klaar voor? We gaan aquafaria doen. Vorige week niet geweest, deze week
ben ik weer van de partij. Danielle ook. We hebben net Iron Man 3 afgekeken. Ziet er heel erg als een laatste filmachtig uit. Balen. Ik vind echt Iron Man super leuk. Maar ja, jammer. En als Iron Man 4 terugkomt, dan is Iron Man niet meer. Voor degene die Iron Man 3 hebben gezien, die snappen het. Maar nu is het anders. Maar ik kom net van, net, een uur geleden of zo, van Aquavaria. We hebben high energy gedaan. We hebben echt de spieren even aangepakt. Dus het zag er best wel intensief uit. Allemaal rode hoofden en zo. Vooral mijn hoofd, die was het paarst van allemaal, geloof ik. Maar goed, we hebben het weer overleefd. Was weer hartstikke leuk. Net even wat, nog een vlog geüpload voor woensdag. Dus ik loop voor, helemaal goed. Ik sluit de vlog af. Vond je hem leuk? Duimpje omhoog. Abonneren kan in het hartje. Er zit een rondje waar je op kan drukken, dat ben je geabonneerd. Dat is gratis. Je wordt op de hoogte gehouden van onze dagelijkse vlogs. Dan huis je wel tevreden. Ik heb twee video's ingevoegd. Mocht je die leuk vinden, kijk ze vooral. Ik zie jullie allemaal morgen weer. Slaap lekker als je gaat slapen. En er is mij niks anders dan te zeggen. Doei!